We zijn eruit. We hebben besloten om niet door te gaan met het afschaffen van de dividendbelasting. Niet omdat we dat ooit voor één bedrijf deden, maar wel omdat de belangrijke testcase van het succes van zo'n maatregel vorige week niet goed ging. Toen één bedrijf besloot om in ieder geval het besluit naar Nederland te komen uit te stellen. Dus wij hebben gezocht naar een goed pakket voor het bedrijfsleven. Wat meer draagvlak heeft. Wat zowel tegemoet komt aan het investeringsklimaat als aan het vestigingsklimaat. En wat zowel gericht is op het grotere bedrijfsleven als op het kleinere bedrijfsleven. Dus echt het bedrijfsleven, gaat het volle bedrag naar het bedrijfsleven? Ja. Niet gewoon ook een enorme kras op uw reputatie? Oh, mijn baan is het verzamelen van krassen. In ieder geval altijd de noodzakelijke dingen voor Nederland te doen. En dan neem je ook risico's. Feit is dat het draagvlak voor deze maatregel beperkt was. Dat hebben we natuurlijk ook gezien. En we menen nu een pakket samen te stellen wat qua draagvlak denken wij beter zal scoren.